your hair down. Nathalie Lans, de derde Music Distillery. Voor mensen die het toch nog niet weten, wat is dat voor feest? Nou, dat is het leukste muziekfeest van Nederland en omstreken. Lekker kleinschalig, voor alle leeftijden en alles draait om de muziek. Wat onderscheidt jullie feest van andere feesten? Nou, wat ik eigenlijk zei, dat het kleinschalig is. Dat we muziek uit alle windstreken hebben. Welcome to Music History 2019. Put your hands together for our MC Piper from New Orleans. Music Distillery gaat van start. Candy Dulfer met de vader gaat van Akiet. Candy, hoe is het? Nou, heel goed. Hartstikke goed, ja. Wat heb je met Schiedam? Sowieso is Jan van Duikeren, mijn favoriete trompetist, hier geboren. En die zegt ook dat Schiedam de home of the natte cake is. Nou, daar hou ik heel erg van. Maar dat heb ik nog niet gevonden vanavond. En ik heb hier vroeger wel vaak gespeeld, maar heel lang geleden. En nu al heel lang niet. Dus ik vind het heel leuk om terug te zijn. Nou, vanavond ga je van Akiet in Schiedam. Wat gaan jullie spelen? Van alles. Hans doet ook een stukje met Cyril Directie, duo Dulfers Directie. Wat een mooie plaat die hij gemaakt heeft. En dan kom ik erbij en hebben we special guest Jan van Duikeren. Het wordt steeds groter en wilder met een grande finale, denken we. Hoe is het met de muziek? Nou, met de muziek gaat het heel goed. Heel veel werk natuurlijk. Ik ben heel veel bereid. Mevrouw Nolet, alweer de derde keer dat het feest is. Hoe leuk vindt u het nog steeds? Geweldig. Ik vind het helemaal het einde. Hè? Wat is nou het leuke van dit feest? Het spektakel. Veel mensen. En ook het opbouwen hiervan. Hard gewerkt om het allemaal netjes te krijgen. Ja. Mooie kleedkamers gemaakt voor de mensen. Maar u staat hier niet alleen. U bent een trotse oma op het ogenblik. Want wie staat er naast u? Mijn kleinzoon. En die groeit heel hard. Die gaat bijna boven me uit. En dat vind ik niet leuk. Nee, moet ik steeds hogere hakken kopen. Maar Mike, eventjes. Hoe leuk is het om met je oma naar een jazzconcert te gaan? Een popconcert? Ik vind het hartstikke gezellig. Ja. En ook luisteren naar muziek vind ik leuk. Mag dit zo?